Het doorgroeien en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de zorggroep vind ik persoonlijk zijn heel erg breed. Ik ben begonnen als huiskamerassistent. Daarna heb ik de studie gedaan tot verzorgende IG. Toen ben ik interne opleiding tot verpleegkundige gaan doen. En op dit moment voer ik de functie als 24 uur verpleegkundige uit. En dat is gewoon een super vette baan. Momenteel ben ik verpleegkundige in de thuiszorg, maar ik heb hiervoor heel lang op dementie gezeten, kleinschalig wonen. En ik vind het nu ook wel heel leuk om te zien wat daarvoor zit bij de mensen thuis. Ik ben nu wijkverpleegkundige, dus je gaat bij cliënten op bezoek die hulp nodig hebben. Ja, dat is gewoon ontzettend waardevol. De 24 uur verpleegkundige, dat is eigenlijk een unieke functie binnen onze organisatie. Wij zijn eigenlijk een mobiele tussenschakel tussen de medewerkers op de werkvloer en tussen de arts. Ja, dan gaan we eens even rustig door de rug draaien. De zorggroep doet natuurlijk ook mee aan zorginnovatie. We maken hier gebruik van de Razor. De Razor is een hulpmiddel waarmee je mensen die gevallen zijn weer overeind kunt helpen. De Medido is daar een voorbeeld van. Dat is een medicijndispenser die een alarm afgeeft op het moment dat iemand medicatie moet innemen. Alright. En nu is hij klaar. En toen ook regelmatig uitjes, uit eten, maar ook educatieve dingen. Laatst zijn we naar het Huis van de Toekomst geweest, waarin alle nieuwste zorgsnufjes verwerkt zitten om te kijken wat wij kunnen toepassen voor onze cliënten. Als ik mijn dienst begin, of die nou om 7 uur in de ochtend of 3 uur in de middag of 11 uur 's avonds is, ik weet niet hoe mijn dienst gaat verlopen. Dat vind ik gaaf in mijn werk.